alles wat ik aan heb, alles wat hier om me heen staat, alles wat ik thuis heb, is waarschijnlijk al minimaal 1 keer per schip vervoerd en misschien nog wel vaker als ik verder terug ga naar de grondstoffen. ...90% van alle internationaal verhandelde goederen worden over zee vervoerd. En dat is gewoon enorm belangrijk voor de Nederlandse economie, maar ook gewoon voor de wereldeconomie en het hele systeem waarin we met z'n allen leven. Hoe de wereld er over 10 jaar of 20 jaar eruit ziet, dat is vrij onzeker. En dat stiekem ook een grote onzekerheid voor de maritieme sector, omdat het zo fundamenteel is voor de economische welvaart van alle landen. In 2030 weten we dat de schepen die in Europa relevant moeten zijn, wezenlijk anders zijn dan die van nu. En dat is niet zo heel ver meer. Nee, dat is nog een paar jaar. Hè? Ja. En de vraag dan is dan van ja, wat gaan we doen en met welke brandstof? Het is in een periode waar we erg zoekende zijn. Wat kunnen we nou doen om die schepen toekomstbestendig te maken en tegelijkertijd dus ook te werken aan die duurzaamheidscomponent?